De NPO heeft geen app voor de Apple TV. Dat zou namelijk te duur zijn. Maar blijven we dan echt verstoken van Boer zoekt vrouw? Nee, want er is één ontwikkelaar die dapper weerstand biedt tegen de overheersers in Hilversum. En dat is onze gast vandaag, Rachid Finch, de nieuwslezer. Dit is OMT Live. Welkom Rachid. Dankjewel. Leuk dat je voor de tweede keer bij ons te gast bent. Tweede keer al, ja. De eerste keer was in de Popexel in Utrecht. Ja. Om de 4 jaar is Rachid hier. Om de 4 jaar, precies. Zullen we dat gaan afspreken? Ja, is goed. Even voordat we over Apple TV's gaan praten en zo, eerst even op jouw ervaring in Hilversum. Eén ding valt me op in Hilversum, dat is dat bij het journaal, ze hebben zo'n ontzettend klein deskje. Ja. En daar ligt dan een iPad op en een Apple toetsenbord. Mm-hmm. Het valt er bijna af. Wat is daar nou het idee van, weet je dat? Je kunt daar, als je de presentator bent van het journaal, nog op het allerlaatste moment het draaiboek aanpassen. Dus het ligt er niet voor de sier of zo, maar je kunt er echt nog iets mee doen. Maar eigenlijk is de desk te klein ontworpen voor wat erop staat. Dat is ook een manier om naar te kijken, ja. Doe je dat ook in Google Docs, zoals wij dat vanavond, hier, of vandaag? Nee, dat gebruiken we bij 3FM wel heel veel. Dus als een producer iets wil laten weten aan de DJ, dan gaat het vaak via Google Docs. Maar hebben jullie daar een eigen app voor dan? Of hebben nieuwslezers een eigen app? Nee, tenminste, we hebben in Hilversum software die speciaal gemaakt is voor newsrooms die de autocues aansturen. Dus dat gebruiken we daar. En bij de radio is Google hebben Docs ook prima. Hebben jullie ook? Ik zag het net. Het ziet er goed uit. Ja. Op de redactie zit Raymond. Raymond, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week? Er was afgelopen week veel nieuws over Apple Maps. Er zijn 2 uitbreidingen gedaan aan Apple Maps. Namelijk als eerste is er data uit Foursquare toegevoegd. Dat is goed nieuws. Maar daarvoor gaan vooral de points of interest van Apple Maps verbeteren. Als je nu op Apple Maps naar de naam van een bedrijf of een hotel zoekt, is het altijd nog een beetje moeilijk. Maar Apple heeft inmiddels op zijn pagina met partners ook Foursquare toegevoegd. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme database met allemaal dingen waar mensen ingecheckt hebben. Dus dat mapt de kaarten wel aardig. Ook leuk wat toegevoegd is, nieuwe 3D flyover steden. Een Belgische en een Nederlandse. We beginnen even met de Nederlandse. Utrecht, mijn stadje, staat nu in 3D op Apple Maps. En ook het gebied rondom Utrecht, dus Dorpals, de Meren. En het gaat net niet tot Hilversum, Rachid, helaas. Maar dat staat op Apple Maps. En naast Utrecht is ook Antwerpen aan Apple Maps toegevoegd. En het gebied rond Antwerpen is niet alleen de stad, maar ook de havens. En vooral het zuidelijke gebied rondom Antwerpen is best heel groot. Het reikt tot Mechelen en dat ligt weer in de buurt van Brussel. En omdat Brussel al op Apple Maps staat, is er eigenlijk het hele gebied tussen Antwerpen en Brussel nu in 3D te bekijken op Apple Maps. Op je iPhone klik je op het i-icoontje en klik je dan op 3D-weergave. Op de Mac heb je rechtsonder in beeld een uitklapmenu wat zegt toon 3D-kaart en dan kun je genieten van 3D-beelden in vogelvlucht. Rachid, jij woont in Utrecht toch volgens mij? Ik heb mijn huis al gevonden, ja. Heb je huis al gevonden? Ja, en die beelden zijn een paar maanden oud, zag ik, want onze tuin lag er nog super mooi bij. Die hadden toen net helemaal opgeknapt, inmiddels is dat iets minder. Maar dat zag er wel leuk uit. Ja. Is Apple Maps ook jouw Maps app of zit je toch op Google Maps? TomTom eigenlijk het meeste, TomTom. Als ik in de auto zit. Ja, dat is toch nog, die turn-by-turn is wel erg goed. Okay. En Amsterdam nog steeds niet in 3D, hè? Dat vind ik toch wel weer grappig. Ik vind dat wel leuk. Ja. Terug naar de redactie. De Apple Pencil dan. Er is veel kritiek op, want hij is moeilijk leverbaar. Apple toont hem in alle reclamematerialen en in alle ads is hij te zien, maar hij levert binnen 4 tot 5 weken in de online Apple Store. Dat is dus een beetje een tegenvaller. En waar is dat nou de oorzaak van? Nou, hij is waarschijnlijk heel moeilijk om te maken. Ja, hij zit namelijk vol met microscopische techniek. Dat ligt een teardown van iFixit ons. En iFixit heeft, zoals we eigenlijk met alle Apple elektronica gedaan, de Pencil downgeteerd, aan een teardown ontworpen. En ze zijn bij het makkelijkst begonnen, namelijk met de punt. En daardoor leren we ook waarom de Apple Pencil het nou niet doet op dingen als de iPad Air of de iPad Mini. In de punt zitten namelijk elektroden, dat zijn elektronische polen. En om een stroompje te ontwikkelen, even terug naar de elektronica klas, moet je altijd een positieve en een negatieve pol hebben. En de positieve pol zit in de iPad Pro en de negatieve pol die zit in de Pencil. En zo krijg je dus dat er een stroompje gaat als je kan tekenen. Maar die zit in de digitizer van het scherm van de iPad Pro. En andere iPads hebben die tegenpol, dat elektroden dus niet erin zitten. Nou, even verder. De rest van de Apple Pencil bleek toch een stukje moeilijker open te krijgen, zei iFixit. Er was een heus dremel voor nodig om de Apple Pencil uit zijn jasje te krijgen. En helemaal uit zijn jasje ontdaan valt eigenlijk de achterkant van de Pencil op. Daar zit namelijk een super klein moederbordje. Het is het kleinste moederbordje wat de technici van iFixit ooit hebben gezien. Het zit ook dubbel gevouwen in de Pencil, anders paste het niet. En het zijn ervaren technici van iFixit die zeggen dat dit een absoluut microscopisch record is wat Apple heeft verbroken. Er zitten 5 chips op, waaronder een voorwaardige ARM en Bluetooth chip. En hij is toch slechts een gram licht, dat moederbordje. En dat verklaart ook meteen waarom de Apple Pencil zo slecht leverbaar is. Want het is dus een heel moeilijk ding om te maken met al die microscopische techniek. Maar wij hebben er wel een, hè? Oh! Sst.
Oh, misschien. Dat wellicht. Misschien, wellicht. Misschien hebben wij er een. Dat gaan we straks zien. Dat straks werken. Ze wachten trouwens op de eerste jailbreak van de Apple Pencil. Oh, dat die gewoon ook werkt op de iPad Air. Ja, dat zou mooi zijn. Technisch gaat dat moeilijk worden. Hey, we sluiten af. Dit blokje met problemen met de Mac App Store was vorige week hot. Veel problemen met de Mac App Store. Populaire apps als 1Password, Tweetbot, Transmit en Sketch die zeiden, ja, ik ben beschadigd. Of log eerst maar even opnieuw in voordat je mij kan gebruiken. Was een hoop gedoe om. Uiteindelijk bleek het opnieuw opstarten van je Mac wel uitkomst te bieden. Maar dat wisten we niet door Apple, want Apple zweeg. Maar de community heeft het een beetje op moeten lossen. Nou, inmiddels heeft Apple 6 dagen nadat het gebeurde wel een statement uitgebracht naar ontwikkelaars in een e-mail. En daar bekennen ze eigenlijk schuld en zeggen ze, ja, we waren bezig met de beveiliging van de App Store op te krikken. Ze gebruiken een nieuwe versleutelingsstandaard voor aankoopbewijzen, die is veiliger. En daardoor moesten nieuwe certificaten uitgerold worden. Nou, 2 problemen traden erop. 1, het certificaat wat al in de Mac App Store zat, werd iets te hard gecached door de Mac App Store, waardoor een mismatch van certificaten ontstond. En als 2e zijn ontwikkelaars ook niet helemaal clean, want die gebruikten nog een oude versie van de software OpenSSL, wat gebruikt om die certificaten te valideren. En die komt nog niet overweg met die nieuwe standaard. Wat heeft Apple gedaan om het op te lossen? Het certificaat weer gedowngrade. En in de toekomst van OS X komt een update die de caching van de Mac App Store toch iets minder hardnekkig gaat maken. Heel goed, heel goed. Als je zelf iets hebt bij te dragen aan deze uitzending, een vraag hebt aan Rashid of een opmerking hebt over een onderwerp in het Apple nieuws, tweet het met hashtag OMTLive. Komt het hier binnen. Heel goed, dankjewel Raymond. Laten we beginnen met een filmpje. Heb je Evie? Oh, wat is er nou weer, Ernie? Kijk eens eventjes, ik heb hier 2 stukjes appeltaart, Biet. Heb je zin in appeltaart? Dit is het kleine stuk en dit is het grootste. En ik geef jou dat stuk en ik denk ik neem het grootste zelf. Ernie, dat is niet erg beleefd. Oh, en waarom niet, Bert? Nou, als ik 2 stukken appeltaart had, dan gaf ik jou het grootste en hield het kleinste voor mezelf. Oh, maar Bert, je hebt het kleinste stuk, Bert. Het is het favoriete stuk van premier Rutte, is dit, uit Sesamstraat. Maar wat heb jij precies met Sesamstraat? Nou ja, behalve dat ik het heel lang geleden nog wel eens keek. Het is natuurlijk veel nieuws geweest 2 weken geleden, omdat het uiteindelijk van NPO 1 verdwijnt, de avonduitzending. Blijft nog wel op NPO Zeppelin te zien in de ochtend. Maar het viel me wel op hoe daarop gereageerd werd en hoe de NPO daar zelf ook mee is omgegaan. En dat is de reden dat jij het heel prominent in je eigen NPO-app hebt gevoerd. Ja, kijk, eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat het verdwijnt van NPO 1. Want in de doelgroep wordt er niet zo heel veel naar gekeken op dat tijdstip. Mm-hmm. Dat is wat de NPO in ieder geval zegt. En zij zeggen, nou ja, mensen gaan steeds meer on-demand kijken. En waar gebeurt het als eerste bij de allerjongste? Dus in de Sesamstraat doelgroep, dat zijn de kinderen die inmiddels al heel goed weten hoe ze een iPad kunnen bedienen. Ja. En dan zelf wel Sesamstraat gaan kijken. Maar als je dat zegt, dan moet je eigenlijk er denk ik ook voor zorgen dat al je on-demand content op alle mogelijke apparaten beschikbaar is. En ik denk dat daar nog best wel eens een versnelling in zou mogen komen. Ja. Voor duidelijkheid, jij bent niet van de NPO, jij bent van NOS, ja, hè? De Nederlandse Omroepstichting. Ja. En de NPO is de Nederlandse programma. Publieke omroep. Publieke de Nederlandse publieke omroep, precies. Dus dat is eigenlijk de koepel daar weer boven. Ja. En je hebt een alternatieve uitzending gemist app gemaakt. Die gaan we ook zo laten zien. Mm-hmm. Maar waarom maakt NPO die niet gewoon zelf? Ik zei in de intro, het is te duur. Is dat echt de enige reden waarom ze hebben, is? Ze hebben 2 redenen opgegeven. 1 is inderdaad de kosten, maar dat hangt ook heel erg samen met hoeveelheid mensen die zo'n nieuwe Apple TV hebben. Dus die 2 argumenten samen bleken de reden te zijn om nu geen Apple TV app uit te brengen. Zodra het populair wordt, Apple TV, dan komt er waarschijnlijk... Dat neem ik aan. Ja, dat neem ik wel aan. Ik kan niet voor de NPO spreken, maar als dat hun argumenten zijn, dan neem ik aan dat als er veel meer verkocht zijn, dat ze daar wel serieus naar kijken. Ja. Nou hoorde ik een gerucht uit anonieme bron, dat ook de reden zou zijn dat ze bij de NPO maar 3 ontwikkelaars hebben voor apps. Weet ik niet of dat zo is. Dat durf ik je niet te zeggen. Ik heb nog nooit een ontwikkelaar ontmoet van de NPO-app van iOS, Android en waar al niet meer. Dat wordt dus dat weer gehuurd waarschijnlijk. Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ja. Ik vergelijk jou in de intro met de Golliers die dapper weerstand boden tegen het niet uitbrengen van een NPO-app of een uitzending. Maar jij hebt dus wel iets gemaakt. Nou ja, ik was zelf wel benieuwd. Kijk, ik wilde, ik heb al meerdere apps gemaakt en ik wilde graag iets voor de Apple TV maken, gewoon om te kijken hoe gaat dat dan. Toen kwam het
nieuws dat er geen NPO-app meteen zou zijn op Apple TV. En toen kwam ook nog het nieuws dat Sesamstraat van NPO 1 zou verdwijnen. Ik denk, ja, toen voelde ik me wel gemotiveerd van, kunnen we niet zo'n app bouwen? Hoe moeilijk zou dat nou kunnen zijn? Is dat dan echt zo kostbaar dat je daar weken tijd aan kwijt bent en dat het inderdaad enorm in de papieren loopt? En? Nou, na 2 dagen was er echt wel een goed werkend systeem. Dus ik weet niet wat ze die developers betalen. Ja. Maar ik wilde gewoon wel laten zien van, ja, het kan en dit is wat het doet. En er zijn een paar mensen die app testen, een paar collega's, een paar vrienden. Ja. Die gebruiken ook veel meer NPO-content nu dan ik. Ben je naar iemand toegestapt van de NPO van, hey, ik wil dit, geef me even toegang tot je data? Want dat ligt er ook niet zomaar op straat. Klopt. Dus aangezien het alleen voor intern gebruik was, heb ik dat niet gedaan. Wat ik heb gedaan is gekeken hoe sommige andere programmeurs toch die streams van de NPO in hun apps krijgen. Ja, ja. Min of meer. Ja, er was ook wat open data. Bijvoorbeeld bij de NPO Hackathon die vorige week was, kreeg je bijvoorbeeld toegang tot alle data van de radiostations. Je kunt via een openbare API gewoon zien wat radiostations nu spelen, welke programma's er zijn. Ja. Je kunt de streams gewoon opvragen. Dus dat zit er dan wel helemaal officieel in. En bij de hackathon was ook de tv-gidsinformatie voor dat weekend beschikbaar gesteld. Okay. Dus die doet het nu niet meer, maar daar kon je inderdaad zien wat er nu en straks op televisie is. Ja. Zullen we gewoon even gaan kijken naar de app? Ja, dat lijkt mij goed. Ik heb wederom mijn magische afstandsbedieningetje met die zo. Althans, nee, ik heb dus de truc ontdekt. Hè. Vorige week klaagde ik nog over dat je hem steeds verkeerd om vast hebt. Hi. Er is een oplossing. Hang gewoon het koordje eraan. Dan weet je altijd wat onder is. Dat is punt, ik haal hem ook heel vaak ondersteboven. De tip. Ja. De tip is dat. Okay. Okay, ik pak hem er even bij. Als het goed is kan... We hebben nu ook geluid, hè? Ja, we hebben nu ook geluid. Nu hebben we wel geluid. Ja, kijk, dat kun je merken op het moment dat een hardware aanzet, dan horen we ook een hardware. Maar dat was niet het idee van... Nee, ik ga meteen terug naar het begin. Want ik heb hierboven... Lalalala. Dit is hem volgens mij. Ja. Waar staat dat voor? Dat staat NPOMG. NPOMG. Wat is MG? Oh my god. Oh. Dat is heel simpel. Ik weet niet of dat door de policy van de App Store komt. Maar... Nee, maar dat hoeft ook niet. Dus okay. Dat scheelt weer. Ja. Als goed is, heb ik nu gestart. Ja. Kijk, hierboven zien we uitgelicht. Sesamstraat. Daarom ook dat wij daarmee begonnen met een fragmentje. Inderdaad. Live TV. Ja, je ziet hier inderdaad dat die gidsinformatie dus niet doet. 000. Maar... Ja, dus dat is de jammer. Dus. Okay, ja, daar komt het inderdaad door. Even kijken. Ja, we kunnen daar nu meekijken. Ja. En we hebben live radio. Dat doet het dus ook niet meer dan. Die doet het wel. Ja, want dit is dus publieke data, die is nog steeds beschikbaar. Die is wel beschikbaar. Ja, okay. En elke ontwikkelaar die daarmee aan de gang zou willen, die kan dat gewoon nog steeds doen. Ja. Okay. En we kunnen zoeken. Ik kan zoeken, ja. En zoeken, dat is natuurlijk hopeloos onhandig op een Nederlands Apple TV waar je nog geen Siri kan gebruiken. Dat is jammer inderdaad. Daar kun je niks aan doen. Ja, We gaan het zo meteen trouwens over hebben, over wat daar dan misschien wel voor mogelijk is. Mm-hmm. Weet jij waarom radio open is en tv niet? Nee. Is dat gewoon de mood van de manager? Nou, zo zal het niet zijn. Ik weet eigenlijk niet wat de reden daarvoor is. Misschien heeft het ook wel heel veel met licenties te maken, met bandbreedtes, noem maar op. Ja. Maar het was voor het radiosysteem redelijk makkelijk in ieder geval om dat openbaar te maken. Dus dat hebben ze ook gedaan en dat is erg leuk. Ja. Wat ik heel tof vind is trouwens bij Live TV dat als je dus Nederland 1, 2 en 3 ziet, NPO 1, 2 en 3, dat dan meteen ook de dingen meespelen. Dat vind ik wel heel... Ik wilde toch eens wat anders, want ik weet niet in hoeverre jullie diep zijn gegaan in die Apple TV apps. Maar je hebt 2 soorten apps die je kunt maken. Echt de native apps zoals je die ook op je iPhone en iPad hebt. Ja. En de TVML apps. Dat is hoe het was toch? Vroeger voor de... Ja, daarbij zet je op een server eigenlijk een paar bestanden waarin je aangeeft van, nou, dit zijn de video's die we hebben. En dan zorgt Apple min of meer voor de interface. Je kunt als developer een paar templates kiezen, maar dat is het. En daarmee zou je iets als dit, waarbij je dus die 3 previews ziet, zou je niet kunnen maken. Dus je hebt een native app gemaakt. Ja, dat leek me wel leuk om daar ook echt functioneel gebruik van te maken. Ja. Dus ik had wel eens een keer een situatie ook waarbij ik zag van, oh, er gebeurt iets geks op het journaal. Want dat kon ik op een van die 3 meteen zien. Ja, en dan druk je erop en dan kun je meteen fullscreen kijken. Ja. Okay. En dan gaan we zo nog eens even naar uitgelicht. Want uitgelicht vind ik ook wel erg eigenlijk... Je vraagt je af waarom de NPO-app op de iPhone niet ook gewoon zo werkt. Dat je gewoon hieronder doorheen scrolt en dan gewoon erboven meteen de beschrijving ziet en een afbeelding. Was dit nou ook goed te doen? Ik zie grote afbeeldingen bij in video en zo. Is dat easy? Ja, die komen allemaal uit dezelfde API als de iOS-app gebruikt. Dat is ook de reden dat ik deze app niet kan uitbrengen. Want ik heb geen idee van wie de eigenaar is van die API. Dus daarom kan ik dit niet zomaar in de App Store zetten zonder dat ik toestemming heb gevraagd. Dit komt dus wat we hier zien, komt niet in de App Store staan? Nee. Okay. Maar dit is echt een proof of concept en ook een beetje een aanmoediging aan de NPO. En iedereen die betrokken is bij het maken van apps bij de NPO. Van, zo moeilijk was het niet, het ziet er goed uit. Heeft NPO er al op gereageerd?
Er zijn heel veel mensen binnen de NPO die ernaar gekeken hebben en die het erg leuk vonden. Maar ik weet niet of dat per se invloed heeft op hun beslissing om nu sneller een app voor de Apple TV uit te brengen. Dat weet ik. Ik hoop het van harte natuurlijk. Okay. Maar zijn nog meer de hiaten in het? Wat mis je nog? Je zei net bij de televisie miste nog de metadata en zo. Ja. Wat mis je nog meer om een goede app te maken? Nou ja, ik denk dat misschien wel het belangrijkste is. Want als je alle andere dingen bekijkt, natuurlijk zitten nog wat bugs hier en daarin. Ik heb het vrij snel gemaakt en er is echt nog wel wat polish kan er nog wel bij. Hier en daar. Maar volgens mij heb je al best wel een goede standaard op deze manier. 1.0 versie. Ja, kijk, wat je nog wel ziet op de apps die in bijvoorbeeld sommige Samsung-televisies zitten, en je kijkt 3FM bijvoorbeeld, dan zie je ook wat luisteraars insturen via, je kunt naar 3FM-appjes sturen, hè, met foto's erbij en video's. Maar dat is wel lastig met dat keyboardje hier natuurlijk, hè, als je tekst. Ja, nee, het insturen zou niet handig zijn, maar je kan op de tv, dus de tv-apps die je op Samsung hebt bijvoorbeeld, kun je wel zien wat anderen hebben ingestuurd. Ah, okay. En dat kan natuurlijk wel erg leuk zijn, ook voor in de loop, of in de aanloop naar Serious Request is dat natuurlijk wel leuk om te zien wat mensen insturen. Dus dat zou er nog eens bij kunnen. Wat ik nu even probeer te doen met dat rottige zoeken. Ja, zoeken. Want daar heb ik namelijk nog wel een vraag over. En dat zal vast, daar heb jij het antwoord op, weet ik zeker. Als ik op Ik Vertrek zoek, groot fan van Ik Vertrek, dan Apple. Het blijft. Heb je onthouden wat ik deed? Ja. Dat gelukkig wel. Dan ga ik naar de V en dan naar de E. Ik zie allemaal zoekresultaten, maar Ik Vertrek zie ik pas helemaal ergens onder. Heeft dat te maken met hoe die API in elkaar zit? Ik denk het, ja. Of is dit gewoon dat je heel snel... Nee, als het goed is, zijn de zoekresultaten die je hier ziet, die zijn exact hetzelfde als dat je op andere devices zou krijgen. Dat zou hetzelfde zijn. Er zit een search engine die je ook kunt aanroepen, zou ik maar zeggen, waar je iets naartoe kan sturen en dan krijg je een antwoord. Ja. Dus daar zit gewoon bij hun de fout. Nou, want ik zie allerlei dingen en op een gegeven moment kom ik dan Ik Vertrek tegen onderaan. Maar hij staat niet. Je zou verwachten dat hij zwaarder gestemd wordt omdat hij in de titel zit. Ja. Dus denk ik wel goede feedback die de NPO wel kan gebruiken. Inderdaad. Mensen weten hoe zit het met de reclames? Soms krijg je één, soms wel twee reclames voordat een uitzending van Ik Vertrek bijvoorbeeld start. Ja. Is dat? Ik heb nog niet goed bekeken de app. Is dat hier ook? Of skip geen reclame? Er zit geen reclame in. Hier zit geen. Nee, dat is dus nog een reden dat ik hem niet zou kunnen uitbrengen. Door een dingetje. Die worden apart ingeladen of zo. Maar ik weet niet precies hoe dat werkt, om eerlijk te zijn. Dus natuurlijk heeft het ook weer met de ster te maken. Maar dat is nog een reden dat dit geen officiële app kan zijn. Zeker niet. Nou heeft de NPO dus de backstage API dan uitgebracht voor intern. Hoe zie jij daar de ontwikkeling van voor je? Of hoe zou je die willen zien? Dat zij, wij spreken inderdaad video neerzetten met de reclame. Blokken ervoor en dat je dat gewoon aanroept. En dat het ik denk dat ze dat met API-keys best kunnen doen. Dus dan als ontwikkelaar doe je een verzoek bij de NPO. Ik wil graag een NPO-app of een app maken met NPO-content daarin. Mm-hmm. Dan moet je voorwaarden accepteren. En die voorwaarden zullen ongetwijfeld zitten. Je moet alle advertenties die we meesturen, moet je ook tonen. Als het niet gebeurt, zou de NPO je sleutel kunnen innemen en werkt je app niet meer. Maar dan heb je ook de regels overtreden. Dat zou een manier kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar het blijkt gewoon in-app purchase, dat je gewoon voor €3 per maand... Dat is er natuurlijk wel een beetje in de vorm van NLZiet. Dat is een samenwerking tussen NPO, RTL en SBS, waarin je alle content kunt kijken zonder dat je commercials krijgt. En dan betaal je net als bij Netflix geloof ik €8 per maand voor uit mijn hoofd. €9. Dus dat initiatief is er wel. Maar ook NLZiet zit niet in de Apple TV. Nee, en dat zijn natuurlijk ook allemaal, zo maar zeggen, van bovenaf... gemaakte en gestuurde ontwikkelingen. Terwijl op het moment dat je hebt de content, je hebt een API, ga vrolijk aan de slag. Ja, maar dat kan ook, dat is natuurlijk ook een potentieel risico, dat als je zoveel content, dus ik snap dat argument ook wel, als je zoveel content in API's online zet, je verliest wel wat grip erop, wat er natuurlijk gebeurt met je eigen producten, wat er gebeurt met je merknaam. Dus er is echt wel van twee kanten naar te kijken. Het Twitter effect, zeg maar. Weet je wel? Precies. Dat is op geen party apps niet meer willen ondersteunen. Ja. Wat mis jij nou nog aan je eigen Apple TV app? Er ontbreekt nog hier en daar wat aan kijkgidsinformatie. Dus is dit wel geschikt voor kinderen of niet? Misschien een filter waarbij je dat uit kan zetten. Of misschien een speciale kidszone zelfs. Met alle jongere content die de NPO maakt. Is dat ook zo gelabeld? Kun je een vlaggetje omzetten van doe maar alleen maar jeugd en dat je dan... Die is wel zo gelabeld, intern zeker. Dus die informatie is er wel, alleen die zit hier gewoon niet in. Nee. Dus dat is iets. Dingen als ondertitelingen zitten er nu niet in. De hele tv-gids überhaupt niet. Net zo
zag je de voorbeelden van Nu en Straks die het niet doen, maar gewoon überhaupt een gids is er helemaal niet. Of iets dat je notificaties op je horloge zou kunnen krijgen als je daar aangeeft van dit wil ik graag live kunnen kijken. Maar je gaat dus wel door met ontwikkelen, ook al zal die niet live komen binnenkort. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik denk het niet zelfs. Want het is wat je zegt, het blijft altijd op mijn computer en die paar mensen binnen de NPO die het heel graag willen kijken. En, dus, en ik wil dat jullie graag ook laten zien. Precies. Maar het heeft niet zo heel veel zin om hem verder te ontwikkelen als niemand hem dan ziet. Ondanks de KPN-storing konden wij gewoon gisteravond tv kijken. Ja. Nou, kijk, via jouw app. Dus dat is wel fijn. Dat is dan toch wel weer een mooi statement richting de NPO van... Ja, het is, jullie noemden het een soort protest, maar het is ook wel een beetje motiverend bedoeld. Ja, van kijk jongens, dit heb ik in 2 dagen gedaan. Ja. En dan moest ik nog kijken hoe ik die streams in die app krijg. Wat voor hen, als het goed is, nog veel makkelijker is. Want ze hebben dat allemaal een keer gedaan. Dus dat laat zien dat je heel veel kunt doen in heel weinig tijd. Dus ik hoop gewoon dat ze daardoor ook denken van waarom doen we dat eigenlijk niet? Ja. Wat dan als ze naar jou toe zouden komen en vragen van Rashid, mogen we jouw app gewoon even als 1.0 gebruiken om er snel te zijn? En krijgen ze het dan? Ja, daar moeten we zeker over praten. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ik heb het voor mijn gevoel sowieso niet voor niks gedaan. Ja. Maar als heel veel mensen daar ineens gebruik van kunnen maken, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Ja, absoluut. Okay. Hey, wij gaan zo meteen met jou verder praten over die hackathon die afgelopen weekend was geplaatst. Of was geweest. Maar nu gaan we eerst even naar de apps. De apps. En ik heb echt een fantastische app. Ik heb er zelf voor betaald, dus het is absoluut geen reclame. Het is echt uit enthousiasme en nut. Even kijken hoor, ik zet even mijn MacBookje daarvoor op AirPlay. Word maar wakker, goed zo. Heel benieuwd. Even mijn berichtgeving. Het is een Zwitserse app, zag ik, hè? Het is een Zwitserse app. Even kijken hoor, AirPlay, waar zit jij? Daar zo zit jij. En dan gaan we naar AirPlay, OMT Live. Zo, als het goed is ben ik nu zou ik in beeld moeten zijn. En het gaat om, dit ga ik hem even uitzetten, alle privé dingen uit, zo, prima. Het gaat namelijk om dit ding, ben ik in beeld? Een van de vele icoontjes trip mode. In jouw beeld. Trip mode. Wat is trip mode? Want wat is nou mijn grote frustratie op het moment dat ik met mijn MacBook onderweg ben? En dat ben ik tegenwoordig heel veel, want ik heb een klus in Leeuwarden, dus ik heb echt ontzettend veel te treinen. Ja. Dan ga ik zitten hotspotten op mijn iPhone en vervolgens trek mijn MacBook met een update van een podcast of met een update van een app of met een update van weet ik wat, trek mijn hele datalimiet leeg. Ja. Dus ik zit nu halverwege de maand en ik ben al over de 5 gigabyte en ik moet nog een halve maand, ik heb nog 1 gigabyte over. Ja. Dus ik dacht, paniek. Dus ik ben gaan zoeken en ik kwam uit op trip mode. En wat doet trip mode nou? Op het moment dat je van jouw Mac, en dat kan ik nu niet laten zien omdat dan meteen de verbinding verkeerd is, maar op het moment dat ik een hotspot verbinding maak naar mijn iPhone, dan gaat hij vanzelf aan. Dus ik zal hem nu even handmatig aanzetten. En dan gaat hij vervolgens, kun je bepalen per app wie er data mag gebruiken op jouw verbinding, ja of nee. En die staat standaard aan op een aantal dingen die je gewoon wel veel gebruikt. Okay. Maar dan staat bijvoorbeeld iTunes en App Store en al dat soort dingen, die staan gewoon uit. En die kun je wel, op het moment dat je het nodig hebt, kun je ze hier gewoon aanvinken. En zeggen van, Dropbox mag het wel doen. En dan gaat Dropbox aan. En dan kun je gewoon op die manier werken. Dit gaat mij ongelooflijk veel, echt ongelooflijk veel gigabyte spelen. En geld sparen. En zolang inderdaad data nog niet unlimited is, is dat wel gewoon een dingetje. Dus ik zal hem even van AirPlay afhalen. Want ze blijft die storen. Maar dus dat is daar werd ik heel gelukkig van. En weet je wat het kost? Dat wil je ook weten. $7.99. En in de huidige koers is dat €7,68. Op tripmode.ch. Ik adviseer het iedereen met een laptop die wel eens hotspot. Goeie tip. Ik zit veel in de trein inderdaad. Maar ik durf het niet aan te zetten, want dan heb je dit soort gedonder. Precies. Precies. Ik heb een app die ik aangeraden kreeg via Twitter. En het heet Plotagon. Wat een naam. Plotagon, ik weet het niet. Plotagon. Het is een soort Instagram, maar dan voor zelfgecreëerde filmpjes, animatiefilmpjes die je zelf kunt maken. Dus het heeft het idee van een timeline ook, maar nu geen fotootjes met een filtertje, maar animatietjes. En als je de app opent, dan moet je allereerst even een soort van avatar, je eigen persoon maken. Dat heb ik gedaan. Hier heb ik, zo goed als mogelijk. Ja. Dus dan kun je jezelf een hoofd geven. Ja. Oh, kijk, dit ben jij? Dit ben ik. Het lijkt echt spreken. Je kunt haar doen. Je kunt dit doen, kaal. Blablabla. Zo kun je dus je eigen avatar maken. En vervolgens kun je dus een scène gaan maken. Ja. Een filmscript.
Ik ben een beetje begonnen, dus ik heb een setting gekozen. En dat is namelijk bij de watercooler. Daar heb ik mezelf neergezet. En ik heb ook Lizzie uitgenodigd in mijn scène. Lizzie zit standaard in de app. Ja. En je ziet hieronder een soort van filmscript. Hè? Dus vervolgens heb ik gezegd, de lounge music moet gaan spelen. Lizzie zegt iets, ik antwoord. Nou, ik speel het even af wat ik nu heb. Ja, mijn geluid staat nu aan. Komt het door, mijn geluid? Op de schakel, op de switch, dus even, oké. Nog één keer. Are you Lucas? Yes, I am. Zie je, dus nou, een klein gesprekje, are you Lucas? En dan zeg ik yes, I am. Nou kan ik bijvoorbeeld verder gaan met het script door te zeggen van nou, nu moet er een sound effect klinken. Bijvoorbeeld een crash. Ja. En dan moet Lizzie daarna... Die moet schrikken. Die dus character Lizzie, neutral face, nee, die schrikt heel erg. Of die is bang, afraid. Zie, en die zegt dan... Oh my god. Oh no. Oké, dan. Nou, dan gaan we weer even kijken hoe het dan vanaf het begin eruit ziet. Are you Lucas? Yes, I am. Oh no. Nou, het is een beetje een lullig, slecht script, ik geef het toe. Je kunt ook trouwens zelf geluiden, je ziet een microfoontje, je kunt zelf je geluiden inspreken, dat is wel zo leuk. Maar als je dit nou echt leuk en goed doet, dan kun je leuke filmpjes maken. En ik heb er eentje gedownload en die laat Koen nu even zien. You know what? You have been with me all through the bad times. When I got fired, you were there to support me. When my business failed, you were there. When I got shot, you were by my side. When I lost the house, you stayed right here. When my health started failing, you were still by my side. You know what? What, dear? I think you're bad luck. Ik moet zeggen, dat ze heel neutraal acteren. Het zijn fantastisch goede acteurs. Dit zijn de filmpjes die je dus kunt maken. Het zijn er meestal van filmpjes van een minuut, anderhalf. Anders, anders wordt het te uitgebreid. En waar zet je die neer? Nou, in de app à la Instagram. Dus je kunt gewoon mensen volgen. Je kunt reageren en liken. De app is zelf gratis. Maar je voelt dan wel aankomen hoe ze er geld verdienen. En dat is door het kopen van characters, locaties. Je kunt een kerstman kopen voor 99 cent, een politieman. Een crime scene kun je kopen. maar er zit al heel veel ook in, heel veel gratis, heel veel personen. En je kunt dus zelf ook je personen zelf gaan maken. Ja. Dus dat is Plotagon. Oké, okay, in de App Store. Wij gaan terug naar onze redactielokaal waar Raymond zit met het laatste nieuws. En misschien ook wel reacties van Twitter. We hebben behoorlijk wat reacties van Twitter. Die gaan we zo meteen behandelen. Eerst even terug naar Steve Jobs, want ook na zijn dood in 2011 komen nog steeds veel interessante feiten boven. Er is een interessante uitspraak van Steve Jefferson boven water gekomen. Tegenwoordig zit hij vol in het venture capital. Hij was de man die de eerste Tesla kreeg van Elon Musk bijvoorbeeld. Maar daarvoor werkte hij bij Apple en hij verhuisde mee naar Next, het bedrijf wat Steve Jobs begon, omdat hij bij Apple uit de laan werd gekikt. En Steve Jobs wilde hem ook graag bij Pixar hebben. Het was echt een beetje het lievelingetje van Steve Jobs. En hij heeft veel persoonlijke gesprekken met hem gevoerd en op de beruchte wandelingen met hem is hij ook wel eens meegegaan. En hij zegt nu in een interview met Bloomberg dat zelfs toen Jobs werd ontslagen bij Apple en vol bezig was met zijn eigen bedrijf Next, eigenlijk Apple niet helemaal los kon laten. Kijk maar mee. What I remember most vividly is that when he was at Next, he was just obsessed with Apple. So he's CEO of Next, has nothing to do with Apple, he doesn't own a share of Apple, and is just distraught. What kinds of things would he say? He would always come to the same inevitable conclusion that Apple should buy Next, bring him and the Next technology and operating system back into Apple. And I just would look at him like he was nuts. He's like, what CEO of Apple would ever bring you back and keep their job? Like, who would do that and think they could survive? And of course, that's exactly what happened. Everyone knows that he has this fascination with design, right? But what fascinates me is that at no point did I recall him ever stating like a strategy. It was more like, this is crap and this is beautiful. And more specifically, he and Elon Musk as well, which I recently came to learn, have this visceral agitation with imperfection.
Nou, dus wat Steve Jobs uiteindelijk wilde, is dus ook gebeurd. En wat kunnen we hieruit concluderen? Dat het reality distortion field van Steve Jobs echt geen grenzen kende. Ja. We gaan naar what's next for Apple en de iPhone. Want dit jaar hadden we natuurlijk een event in september. En daar werd meteen alle hardware aangekondigd. De nieuwe iPads, de nieuwe iPhone. Dus ja, in oktober was er eigenlijk vrij weinig aan te kondigen. Maar het laat natuurlijk ruimte voor een evenement aan het begin van 2016. En misschien denk je, oeh, dat is lang geleden dat Apple een event aan het begin van het jaar heeft gedaan. Nee hoor, want dit jaar hadden we in maart Spring Forward. Dus Apple kan dat ritme van een event in 2000 in het begin van het jaar, WWDC en in september, zo weer oppakken. En wat moet er dan aangekondigd worden? Nou, er gaan al een tijdje gaan er geruchten over een iPhone 6C. Dus een budget variant en een kleinere variant van de iPhone 6. Maar die zouden volgens nieuwe geruchten meer uitzien als een geüpgrade iPhone 5S. En wie claimt dat? Nou, niet zomaar een blog. Het Japanse Mac Otakara claimt dat. En ik heb even hun reputatie nagezocht. En die blijken in het verleden toch behoorlijk vaak juist te zijn geweest met geruchten over nieuwe hardware. Nou, die iPhone 5S 2.0, zullen we hem er maar even noemen. Wat zou die dan in gaan houden? Nou, een A8-chip, geüpgrade wifi naar 802.11ac, Bluetooth 4.1 en een verbeterde FaceTime-camera met een sterkere diafragma. En de oplettende kijker heeft al door dat het eigenlijk de specs zijn van de iPod Touch, de vernieuwde, zoals die er nu uitziet. Dus volgens dat gerucht zou Apple dus aan het begin van volgend jaar een iPhone 5S 2.0 met iPod Touch hardware uit kunnen maken. Dus dat ze dan van hun september planning afdwijken voor iPhones. Dat is echt, Ja, of dat ze de minder belangrijke iPhone zeg maar aan het begin van het jaar doen en opnieuw weer uitpakken met alle kanonnen met de geredesigned iPhone 7 in september. Interesting. Event in maart dus, wat gaan we daar nog meer zien? Nou, de Apple Watch 2 waarschijnlijk niet, want die komt volgens geruchten in juni tijdens de WWDC. Hey, we hebben hem misschien wel of niet in de studio. Het is heel vaag of we nou de Apple Pencil wel of niet hebben. En om dat leed alvast maar even te bezachten, ben ik even op YouTube gaan zoeken. En er zijn al wat vergelijkingen verschenen, wat interessante vergelijkingen. Onder andere de Apple Pencil versus de Surface Pro 4. Want de Surface Pro 4 is de tablet hybride van Microsoft. Wordt standaard geleverd met Surface Pen. Hij is nu ook in Nederland te koop via de officiële Microsoft Store of je favoriete retailer. Hij is 12,3 inch, €999 inclusief BTW. En je krijgt de Pencil, de Surface Pen, er gratis bij. En op YouTube heb ik een vergelijking gevonden van de Apple Pencil en de Surface 4 op snelheid. Laten we even kijken. En wat we eigenlijk zien is dat de iPad Pro ietsje sneller gaat. Ja, dit is echt een heel amateuristisch filmpje, maar het geeft wel een goed beeld. Het is gewoon met een iPhone op zoveel frames per 120 frames per seconde gefilmd. En de iPad Pro gaat ietsje sneller en rond de cirkels ook iets mooier af. Ja. En dit is echt een worst case test. Dit is zeg maar het ergste wat je een pencil aan kan doen, want om snel te zijn en om snel te reageren, doet de software in apparaten zoals de iPad Pro en de Surface 4 Pro ook line prediction. Dus die voorspelt eigenlijk waar de lijn naartoe gaat. Maar als je maar een beetje krast, dan heeft de tablet geen idee waar je naartoe wil. Dus dit is echt worst case, maar dan blijkt de iPad Pro toch net een tikkeltje, niet heel veel, echt een tikkeltje beter te zijn. En krassen is dus heel moeilijk om te voorspellen. En daarom gaat het in deze ook wat trager. En op beide platforms werden de standaard notities apps gebruikt. Dus op de iPad de Notes app en op de Surface Pro 4 werd OneNote gebruikt. Dan kijken we even naar Twitter. Ja. Twitter levert een vraag van Hans op. Die vraagt zich af hoe HD de tv-streams in de NPO-app zijn. En Robert die vraagt aan Rashid of er ook Sonos streaming output zou kunnen komen voor de NPO-apps. Of voor zijn NPO-app op de Apple TV. Want er is een API voor en hij doet er meteen een linkje bij. Kijk. En ik heb zelf nog wel een aardig tip. Even een dingetje van mezelf nog erin. Voor mensen die ook heel graag een NPO-app op de Apple TV willen. Maar Rashid gaat natuurlijk niet zijn app in de App Store zetten. Als je een beetje handig bent met GitHub en met Xcode, dan kun je een uitzending gemist app siteloaden. Moet je even naar github.com en daar zoeken op uitzending gemist. Dan kom je een repository tegen, waardoor een aantal enthousiaste ontwikkelaars aan een onofficiële NPO-uitzending gemist app gewerkt wordt. En die kun je downloaden als zipje en via Xcode op je Apple TV zetten. Oké, okay. Is misschien ook een idee voor jou, om mocht je dat willen. Precies. Ja, dat is wel leuk. Dat is zo'n TVML-app inderdaad, waar ze aan hebben gewerkt. Okay. Heeft onder een andere naam, zet je het gewoon op GitHub en dan... Ja. Dat nou vandaan? Hey, twee vragen. Twee vragen, precies. Het HD. Ik merk dit inderdaad, want we hebben thuis een HD-beamer. Mm-hmm. En dan, het is aan te zien, maar je zou denken van nou, ja, de kwaliteit kan beter. Ja, het is allemaal net niet SD inderdaad. Dat klopt. Ja, en ik weet nog steeds niet waarom. Dus ik gebruik dezelfde streams die je ook tegenkomt op de andere plekken. Ja. Hoe dat nou precies zit, dat zou je wel raar, want je kunt altijd de kwaliteit kiezen op uitzending gemist. En dan zie je een soort, nou ik verwacht dan 480, 720, 1080. Ja.
Maar daar staat dan van 160 tot en met 280 tot... Het eindigt volgens mij bij 400 nog iets. Maar het staat allemaal niks voor in ieder geval. Maar beter, het heeft met bandbreedte te maken of zo? Ik durf het je niet te zeggen. Nee, het zou je echt aan de NPO moeten vragen. Ik weet niet wat daar de reden van is. Maar ik hoop dat het op termijn wel een keer meer wordt. Ja, want ze verstoken ook wel een heel bandbreedte natuurlijk. Ja, ik kan me wel voorstellen. Absoluut, absoluut. Ja, het is natuurlijk, volgens mij, iemand zei tegen mij dat het al 10 jaar ook dezelfde settings zijn. Dus 10 jaar geleden kon je dezelfde resolutie krijgen. Dus hopelijk is er nu tijd voor een nieuwe NPO. Ja. En dan nog Sonos-integratie. Maar ja, goed. Dat is ook interessant als dat, je... Nou ja, precies. Dat integreer ik dan in een app die niemand heeft. En ik heb geen Sonos thuis. Dus voor mezelf hoef ik het je ook niet te doen. Je kunt het niet eens testen. Maar ik vind het wel leuk als developers daarmee bezig zijn. Of dat ze, weet je, bijvoorbeeld zo'n integratie met 1Password gewoon maken. Het is allemaal niet zo heel moeilijk om te doen. En je brengt daar wel een hoop mensen plezier mee. Dus waarom zou je dat niet doen? Zeker bij een app die natuurlijk gewoon de beste audio en video moet leveren. Als het goed is het wel goed om te integreren. Dus ik zou het zeker gedaan hebben als een app was die... breed beschikbaar was. Ja. Okay. Hey, we hebben nog een videootje voor jou. En wel van een Alexander Klupping. Hmm. Die een introductiefilmpje maakt voor die hackathon. Start maar in, Koen. Ja. Wat ik graag zou willen is in alle video's van Joris Luijendijk. Ik wil een overzicht van alle momenten van De Wereld Draait Door. Waar er een relletje was, waar mensen opeens heel erg veel gingen twitteren. Misschien wil ik wel het hele overzicht van alles wat er ooit gezegd is over het Israël-Palestina conflict. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen met data van de publieke omroepen. Die nu in kluizen zitten waar mensen met zijn dikke reet op zitten. Maar het punt is, er moeten wel voorbeelden zijn. Zonder voorbeelden gebeurt er helemaal niks. En daarom zien jullie heel erg hard nodig. Dit was inderdaad een aankijlen om ontwikkelaars vooral enthousiast te krijgen voor de hackathon. 14 november vond die plaats in Hilversum. Ja. Op wiens initiatief was dat eigenlijk? En leg even uit wat een hackathon precies is. Oh ja. Ja, dat is ook wel leuk. Een hackathon is eigenlijk een plek waar allemaal programmeurs en hackers bij elkaar komen om in heel korte tijd, vaak met een bepaald thema, apps of websites te maken. Gewoon echt als concept om te laten zien van dit zou je kunnen doen als je deze dingen aan elkaar koppelt. Ja. Heel vaak werken die net wel, net niet of onder bepaalde omstandigheden. Maar het is vaak ook binnen 24 uur of zo. Hè? Ja, ze zijn vaak heel kort. En inderdaad, met die 24 uur, dat bedoelen ze ook echt van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds, inclusief de hele nacht erbij. Ja. Dus de NPO hackathon was gelukkig wel zo min of meer rond kantooruren op een zaterdag. Maar bij veel grotere hackathons, dan pak je ook de nacht door. Ja, klopt. En door de NPO georganiseerd? Ja, in samenwerking met de Open State Foundation, die ook projecten hebben als Hack de Overheid. Dus die wilden ook graag de NPO daarbij betrekken. En dat laat ook wel zien dat de NPO bezig is om data openbaar te maken. Ongeveer 15% van alle data die openbaar zou kunnen zijn, is nu openbaar. Dus dat is echt nog wel een minderheid. Maar het is bijvoorbeeld al wel weer meer dan bij de vorige hackathon. Dat was 2 jaar geleden. Okay. Dus dat gaat wel de goede kant op. We zien dan ook dingen die gemaakt worden waarvan je denkt, dat zou ook nog kunnen. Je hoort Alexander zeggen, vooral met een soort journalistieke blendelbril, zou ik maar zeggen, kijkt ernaar van ik wil gewoon een hele grote bak met data en op het moment dat ik er dit filter op leg, dan wil ik dat en dat zien. Ja. Is dat ook iets wat daaruit kwam, wat mogelijk is met wat NPO biedt? Min of meer. Er is een API die heet NPO Journalistiek en daar zitten alle gegevens in van journalistieke programma's, behalve die van de NOS. Daar hou je gelukkig nog wel heel veel over, waarin je inderdaad kunt zoeken op naam, op wat dan ook. En wat heel interessant is, dat ze ook voor Alexanders idee werken, is dat alle teletext ondertiteling beschikbaar is. Dan denk je, wat heb je daar nou aan? Die het ondertiteling. Dat is 8-8-8 geloof ik. Ja, voor doof en slechthorenden. Maar daarmee kun je dus wel precies zien wat er in een programma gezegd is. Het is helemaal uitgetikt. Kun je gewoon zoeken. Ja, precies. Dus dan zou je een zoekmachine kunnen maken. Alleen is er geen officiële manier om dan zeg maar weer dat zoekresultaat aan een videostream te koppelen. Dus je kunt wel vertellen in welke uitzending het zat. Maar je kunt die gebruiker niet naar precies dat plekje. Zijn er geen timecodes bij? Ja, die zijn er wel. Maar je kunt officieel de stream niet krijgen. Okay. Hoeveel deelnemers waren er vorige week? Een man of 50 was er. Sommigen werkten in hun eentje, anderen werkten in een team van 6. Dus het was heel uitgebreid, met uiteenlopende ideeën. Het was echt ontzettend leuk. Hoe ging dat? Iemand houdt een inleiding. Want jij presenteerde het volgens mij. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Jij hield een inleiding en zei van verzin wat, ga aan de slag? Of de meesten hadden echt wel wat bedacht. Sommigen hadden zelfs al iets voorbereid. Gewoon een beetje kijken van welke... Je wilt natuurlijk een beetje weten welke datasets zijn er. Kan mijn idee wel. Ja. Het is jammer als je dat op de dag zelf erachter komt dat het niet kan natuurlijk. Ja. Dus heel veel mensen hebben zich daar goed op voorbereid en zijn aan de slag gegaan. Maar wat was de dataset? Was het hetzelfde waarmee jij aan de slag bent gegaan met jouw app? Ja, dus
een daarvan is die journalistiek dataset, die teletext dataset, de tv-gids set, die dus, dat was ook heel duidelijk, tijdelijk beschikbaar is. Die andere zijn niet tijdelijk, die kun je nu nog steeds gebruiken. De radiobox, zoals die heet, waarmee je dus de radiostreams kunt krijgen met de programma's. Ik denk dat ik er nu nog twee vergeet, maar dat soort sets moet je aan denken. Nou, was er zijn een aantal winnaars zijn er volgens mij uitgeroepen. Ja. Een van die winnaars was Chris Waalberg van de Q42, ook een bekende voor ons. We hebben een kort filmpje uit de presentatie van Chris op de hackathon vorige week. Wat we dus gemaakt hebben is een companion app. Dus als ik op mijn iPhone zoek naar spaghetticode, om even in het thema te blijven van waar wij mee bezig waren vandaag, dan zie je allerlei resultaten. Onder andere bovenin het beste resultaat natuurlijk uit de NPO app, de spaghetticode aflevering van Zembla. Dus als ik die open, dan krijg je even een hele mooie dummy app die we gemaakt hebben. Met de knop openen op Apple TV. En die knop verschijnt als die in Apple TV in de buurt zit waar jij ooit mee gekoppeld hebt. Dan ga ik eventjes naar de Apple TV en open ik de NPO app. En dan ga ik op die knop drukken. Dat gaat natuurlijk in één keer werken. Ja! Kijk, nou... dit hebben zij gemaakt omdat Universal Search, wat natuurlijk een van de perks is van de nieuwe Apple TV, nog niet beschikbaar is in Nederland. Ja, en niet voor ontwikkelaars met name. Oh, okay. Dat is het probleem. Er is een Universal Search, maar die werkt alleen met Netflix en iTunes en nog twee apps. Siri werkt ook nog niet. Ja, precies. Dus als Siri werkt, dan kun je dit nog steeds niet maken. Want je kunt als ontwikkelaar dus nog niks toevoegen aan de zoekdatabase van tvOS. Dus dat moeten ze ook nog voor elkaar krijgen. Tim Cook heeft wel gezegd dat het eraan komt. Moet NPO daar dan zelf ook nog iets voor doen? Op het moment als Apple TV daar dan klaar voor is? Ja, wat je dan krijgt eigenlijk is dat je op een gegeven moment is er een moment waarop het operating system aan de app vraagt van goh, heb je nog content voor mij die doorzoekbaar moet zijn? Mm-hmm. En de app moet dan allerlei content doorgeven. Dus nou, ik heb dit programma met deze omschrijving en deze duur en dit genre. Dat geef je allemaal door en vervolgens zorgt Apple ervoor dat die resultaten doorzoekbaar zijn. Dit was de winnaar. Heb je nog andere mooie, coole projecten gezien? Want er waren meer teams. Er waren vijf winnaars in totaal. Ja. En die waren niet gerangschikt, dus je was winnaar of je was niet winnaar. Iedereen was dus, winnaar. Iedereen was toch een beetje winnaar. Gelukkig. Er zaten wel echt leuke dingen tussen. Eentje die alleen een eervolle vermelding kreeg, maar niet kon winnen, omdat hij formeel geen data gebruikte die daar was. Maar wat ik wel echt heel boeiend vond, is je had een of andere Frans project gevonden, die aan een audiostream kon herkennen of een man aan het woord was of een vrouw aan het woord was. Zij liet gewoon een stukje NPO één zien en onderin zag je dan balkjes lopen. Dus elke keer als een man aan het woord was, dan liep het blauwe balkje wat naar voren. En als een vrouw aan het woord was, dan liep het roze balkje wat naar voren inderdaad. Ja, lekker stereotyp. Ja, wat is het nut van deze... Dat je dus kunt zien of op de NPO er enig gelijke verhouding is tussen het aantal mannen en vrouwen dat je ziet of hoort. Nou, dat bleek dus in dat korte fragment wat hij had uitgezocht totaal niet zo te zijn. Want je zag iets van 10 seconden aan vrouwen en 50 seconden aan mannen. Nou, ja, dus, ik heb een leuke, ik hoor in mijn oor, wat doe je dan als Gerard Joling zingt? Nou, dat is wel een goeie. Er kwam, volgens mij zei ik net andersom. Dus 10 seconden vrouw en 50 seconden mannen, bedoelde ik. Maar op een gegeven moment zag je een stukje journaal waarbij een ambulance met sirene voorbij kwam rijden. Ik zag je toch heel even een paar tienden, maar ik was wel verbaasd hoe goed dat verder werkte. Okay. Ja, dat was echt heel knap gedaan. Ja. Dus het levert straks ook gewoon managementinformatie op voor het bestuur van NPO. En hoeverre hun diversiteitsbeleid wel klopt en noem het allemaal op. Dat maakt het natuurlijk wel heel makkelijk om, dat zou je geautomatiseerd kunnen bouwen. Ik bedoel, je gooit gewoon elke dag een stream van wat er is uitgezonden erin. En dat project ziet wel hoeveel wel het verhouding was. Ja, vind niemand voor lastig te vallen. Zat het de ultieme idee erbij? Weet ik niet. Er zaten wel echt heel goede dingen bij. Vooral ook het doorzoekbaar maken van dingen. Er waren ook heel grappige dingen dat je kon zoeken op basis van emoji. Dus dan tikte je een paar emojis in en dan zocht hij er bijbehorende content bij. Dat was echt nog niet helemaal af. Ja, geen wat je bij bent op een avond en dan heel emoticon en dan krijg je allemaal drama's. Ja, en wat ik ook leuk vond, dat was ook een van de winnaars, ik weet niet meer hoe het project heette. Maar dan kon je bij een bepaalde hashtag kon je opzoeken waar nou een piek zat in het aantal tweets bij een bepaald programma. En teruggaan naar dat fragment. Oh. Dus om te zien van, hey, waar was dan de ophef? Ja, en wat heb ik daarvoor gezien? Ja, zoiets bijvoorbeeld. Dus wat zijn de momenten waar veel over getweet werd? Dan zal dat wel interessant zijn. Ja. Laten we zien. Dat heeft dus ook echt iemand gemaakt. En dat werkte ook best wel ver. Ja. En iemand was zelfs bezig met het maken van een soort slimme referenties. Dus je kijkt een bepaald kinderprogramma bijvoorbeeld. En dat gaat over een bepaald onderwerp. En druk je op een knop. En dan krijg je automatisch gegenereerd andere NPO-programma's te zien die specifiek met dat
onderwerp te maken hebben. Okay. En daar gebruikt hij dus die teletext, die ondertitelingsinformatie voor. Want dan weet de computer natuurlijk wat is er op dat moment gezegd. Ja. En daar op basis van die woorden maakt hij een nieuwe zoekopdracht. Nou is er flink wat grijze massa, zou ik maar zeggen, uit werk geweest. Ja. Wat gaat de NPO daar nou mee doen? Hebben ze concreet iets toegezegd? Er zijn volgens mij geen concrete toezeggingen gedaan, behalve dat ze alle natuurlijk hun best zullen doen om meer data openbaar beschikbaar te maken. Mm-hmm. Zodat er meer projecten kunnen draaien en meer mensen iets kunnen doen. Maar wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld dingen als licenties lastig zijn. He, neem nou die tv-gidsinformatie. Als je daar iets heel moois mee hebt gemaakt dat weekend, dan kun je daar nu niks meer mee doen. Want ik geloof dat als je dat toch wil gebruiken, betaal je €2500 per jaar. Dat is toch best wel een steile klim als je dat wil doen natuurlijk. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal nog wel dingen die je veel in de NPO-wereld ziet als het gaat om het openbaar maken van data. Dat heel veel van die content is echt niet alleen bedoeld voor hackers en ook niet volledig eigendom van de NPO vaak. Ja. Dus eigenlijk moet de overheid gewoon meer geld aan de omroep geven, zodat de omroep minder geld hoeft te proberen te halen uit dit soort initiatieven, maar dat het gewoon beschikbaar is. Ik denk dat dat wel een argument is wat de NPO gebruikt. Dat ze inderdaad zeggen van ja, het kost ook wel veel geld om dingen beschikbaar te maken en te zorgen dat ze dan ook echt goed blijven werken. Ja, zeker. Okay, de Apple TV is natuurlijk net uit. Jij hebt al gespeeld met de SDK. Je hebt een mooie app gemaakt al. Ja. Wat zie jij, en we zeiden net, de NPO gaat pas in investeren als het een ding wordt. Mm-hmm. De vraag aan jou, wordt het een ding, de Apple TV, denk je? Zie jij grootste toekomst voor de Apple TV? Ik denk het wel, maar het ligt ook heel erg aan de concurrentie. Want ik bedacht me later dat het eigenlijk is het bizar dat dit product kan bestaan. Want de bedrijven als Samsung en Philips en Sony, die hadden deze markt kunnen hebben natuurlijk. Want zij hadden dit in hun tv's kunnen integreren. En dat hebben ze ook gedaan met smart tv platforms die gewoon zo slecht waren eigenlijk, dat heel veel mensen het niet gebruiken. Ja. Er zijn best veel mensen die een smart tv hebben, maar hun tv niet met internet verbinden. Ja. Omdat ze niet eens weten dat het erin zit of omdat ze weten dat het niet lekker werkt. Zo traag is. Ja, precies. Dus dit is wel, Moeten mensen een kastje kopen bij hun tv. En dat is natuurlijk ook een flinke drempel. Ja, dus je kan wel zien, denk ik, bedoel, je weet dat Apple ervaring heeft met het maken van schermen. En je weet nu dat ze ook ervaring aan het opbouwen zijn met maken van software voor televisies. Dus jij verwacht een Apple TV met een scherm? Het is wel heel makkelijk, maar ze zullen denk ik nog wel iets meer werk voor moeten doen. Dus ik denk niet dat we dat volgend jaar ineens ergens zien. Maar ik denk wel dat er heel duidelijk een pad ligt die kant op. Okay. Ja. Okay. Mooi, wij gaan over naar de gadgets. Ja. Lucas, jij hebt de eerste. Wij hebben grote gadgets en we hebben kleine gadgets. Hè? Jo, ja, ik geloof het ook. En ik heb de grote. Ja, je hebt de grote. Jij hebt altijd de grootste. Het is zo groot, het is wit. Zo, hij is wel heel wit. Nou, wat zou dit nou zijn? Een snijplank. Ik heb mijn iPhone daarnaast gezet. Het is een Surface Pro 4. Het is de Surface Pro 4. Heel goed. Heel goed. Nee, het is natuurlijk de iPad Pro. Ik maak hem even open. Hij is goudkleurig. Wat lastig is, we hebben meteen al een kritiekpuntje. Ik kan hem niet goed openmaken. Dus met mijn nagels moet ik eigenlijk... Hij mist een hapje eruit. Ik mis een flapje of een dingetje. Ja, want die hoes is ook in twee delen. En die kun je ook loskopen. Je kunt of alleen de achterkant kopen of alleen de voorkant. Dit zit met de bekende magneet eraan vast. En dit is gewoon een achtercover. Ik haal het er maar even af, want dan zien we ook de schoonheid. Dat die schoonheid van het goud. Van de gouden... Rachid, wat past die mooi bij je beker? Ja, goed hè. Dat heb je net geregeld. Het ziet er een beetje gele, vies kaasgelig uit eigenlijk, als ik het zo op het scherm kijk. Ja. Ja. Maar het is dus de iPad Pro. Beetje positief zijn hè, ja, het is een Apple product. Ik vind hem ook groot. wat valt erover te zeggen? We kennen het natuurlijk allemaal al. Hij heeft een A9X processor. Als ik hem zo in mijn handen heb, vind ik hem... Niet zwaar, want hij is gewoon, je ziet er fysiek groot uit, dus dit gewicht past daarbij. Maar als je als je hem helemaal in zijn hoesjes doet, dan wordt hij toch wel een beetje zwaar. Hij is net zo zwaar volgens mij als de allereerste iPad, hè? Ja. De baksteen. Maar die was wel een stuk kleiner, dus die voelde zwaarder dan deze. Hadden jullie dat plaatje ook gezien waarbij iemand, en ik weet niet of dat helemaal klopt hoor, maar blijkbaar zit er net zoveel pixels tussen twee app-iconen op de voorkant. Ongeveer 320. Dus als je de allereerste iPhone pakt, dan zou je het homescreen daartussen kunnen tekenen. Qua aantal pixels. Dus zoveel meer pixels zitten want het zijn er 2732 in de hoogte bij 2048. Dat is weer een mooi aantal. Dat zou best wel eens kunnen kloppen. En het was 2024 bij 768. Ja. Op de iPad, op de iPhone. Zegt die eerste was het 320 pixels breed. Dus het zou best kunnen dat hij daartussen past. Ja. Ongelooflijk. Ja, de tijd staat niet stil, Rachid. Maar zie jij jezelf hiermee door een stad lopen om leuke selfies en foto's te maken van gebouwen? Nou, waarom niet? Even kijken. Dat is natuurlijk een heerlijk afkijkje. Ja, precies. Kijk, als je... Nu, we kunnen even zo... Ja, Koen, is dat nu zelf?
Oh, wat mooi. Ja, ik maak een selfie, uiteraard. Maar dan zie je wel hoe groot het afkijken is. Ja, het is wel een forse... Het is wel... Ja, ik zie, dat, ik zie het, weet je, ik zie het gewoon gebeuren. Weet je? Ik vrees dat er gewoon inderdaad, als je straks door de stad loopt, dat je al die ik zal de audio even... Ja, ik weet niet of dat goed... ik zet even wat aan. Je hebt hier... Vier speakers, hè? Vier speakers zitten erin. En het moet... Nou, wat zal ik ze aanzetten? Nou, druk ik op Britney Spears. Nou, dat is toeval, maar... Ja, zeg maar geen toeval. En die speakers zitten onder en boven. Dat is harder dan ik dacht, ja. Nou, en als ik hem draai, dan... Dan gaat de stereo van links naar rechts, toch? Ja, dan past hij aan. Hij past dat aan. Ja. Ja, want dat was een kritiekpuntje van veel mensen. Er was veel commotie om. Hij heeft dus behoorlijke grote speaker chambers. Mm-hmm. Dat, nou, ongeveer zo. Viermaal dus, want er zitten hier en hier zitten dus Wat doen we met al die ruimte? En dan, iedereen zei meteen van, hadden ze die niet iets kleiner speakertjes kunnen nemen en meer batterij kunnen inzetten. Dan wordt die zwaarder dan. Ja, dat hoor je altijd. Hè. Ik bedoel, we zien het ook bij de iPhone 6S natuurlijk. Die ook een iets kleinere batterij heeft dan de iPhone 6. Dat is eigenlijk, ik vind het ook wel jammer. En er zijn maar weinig mensen die daar echt op inspelen. Ik geloof dat, gewoon op die 10 uur. Hè? Ze hebben het Jij hebt liever iets dikker, maar meer ik batterij zou dat, dan... Ja, ik weet dat Motorola bijvoorbeeld een nieuwe telefoon... die ze expres iets dikker hebben gemaakt, de Moto X Play. En, omdat er een dikkere batterij in zit, daar is echt wel markt voor, denk ik. Nou, de batterij is inderdaad, wat jij zei, het zwaarste onderdeel. Dus dan wordt het wel een zware echt een bakplaat. Precies, echt een bakplaat. €919 voor de 32 gigabyte versie. €1099 voor de 128 gigabyte. En als je LTE erbij wil hebben, dus mobiel, dan betaal je €1249 en dat is alleen voor de 128 beschikbaar. Ja, en er zijn natuurlijk twee accessoires. De eerste is de keyboard, maar die is nog niet leverbaar in de Nederlandse versie. Dus die komt nog. Ja. En we zeiden net al, de Apple Pencil, die is moet nog, moet je even op wachten. Vier tot zes weken. Daar zijn er niet veel van blijkbaar. Maar we hebben hem. Maar... Hey, wat is dit, Jan? Nee, dit is hem niet. Dit is iets anders. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nee, maar kijk, we hebben hem wel. Ja. En het is ook serieus waar. Het voelt als een potlood. Het heeft het gewicht van een potlood. Het heeft de afmeting van een potlood. Goed, er zit hier achterop zit hier een lightning connector. En het leuke is, dit is de lightning connector eigenlijk andersom. Dus zoals die ook op de opladerkabeltjes zitten. En die steek je dus in de MacBook of in de iPad. Deze is al gekoppeld, maar dan pert je hem. Als je hem er 15 seconden in laat zitten, kun je er 30 minuten mee tekenen. Kijk. Dus ook op het moment dat hij bijna leeg is, dan kun je vrolijk door. En op het moment dat je dus, en het wordt helemaal leuk, en dat als je de tekenapp erbij pakt, zoals deze, waarbij ik, kunnen we het zo zien? Ik heb al een Bob Rosje gemaakt, zoals je ziet. Ga ik op zijn kop, nee, ik zit helemaal niet in de tekenmode, knul. Tekenmode, daar zo. Kijk, hier zit mijn tekenmode. En jij kan het heel goed, hè, tekenen? Ik kan fantastisch tekenen. Kijk, wat ik echt leuk vind, is de lineaal. Tekenproduction. Wat echt, de lineaal vind ik leuk, die kan je met twee vingers kun je hem zo verplaatsen en draaien. En dan zet je zo met je oh shit, dan zet je er zo'n lijn naast, zie je? Dat vind ik echt wel heel neat, dus je kunt ook gewoon... Ja, jij bent architect. Netjes tekenen. Dus dit is wel... Kleurtje omdraaien, een stiftje pakken. En dan kan ik dus ook op het moment dat ik vlakker word, zie je, wordt hij breder. Ja. En als ik de pen pak, volgens mij als ik dan vlakker word, dan gaat hij een schaduwtje erbij zetten. Nou, niet in deze app. Met het potlood is het dus harder en zachter drukken. Dus er zit in de punt van de pen 14 een klein beetje. Ja, dat is en een klein kiertje. Dus de druk, dus het is niet dat je het glas indrukt, maar het is de... Nou, ik heb wel gemerkt dat het te tekenen, toen drukte ik redelijk hard. En toen zag je een kracht zo'n rimpeltje van de LCD. Dan druk je te hard. Het enige rare is, gummen. Je denkt natuurlijk leuk, achter tevoren, la 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 la. Nee, niet dus. Je selecteert de gum en je doet het gewoon met de punt. En ook dat werkt weer hoe vlakker, hoe breder je gumt. Ja. Maar je merkt wel dat hij heel snel, hij zit er echt heel snel achteraan. Dus dit is echt wel een, als je hem gebruikt als tekending... Is dit heel leuk. We hebben hem wel ook even getest met de Sketch, de bekende app. Nee, niet Sketch. Paper. Ja. En die is toch iets trager. Ja, die iets meer lek. Dus die moet blijkbaar nog even een update krijgen. Moet even een update krijgen. Weet je wat het potlood kost? Ja. €109. Dus je moet wel dieper in de wereld tasten, want het zet je samen met hoezen en al, weet je wel. Ja, dan ben je best wel bezig. Dan ga je ver over de €1000. Ja, precies. Rachid, jij had ook iets. En dat, volgens mij hebben we daar een filmpje van, wat we eerst even laten zien. When you're ready to lock up, just tap the button and a hardened steel ring slides into place, making it impossible to ride away. If someone tries picking it up,
Linka has a built-in accelerometer that automatically triggers a siren, stopping the thief in their tracks, while simultaneously sending a tamper alert directly to your phone so you know what's up. Now, what makes Linka a smart lock is its ability to recognize who you are and automatically unlock as you approach. You can get up to one whole year before your next charge. The app tracks reported stolen bikes in your area and warns you of dangerous locations. We'll even recommend a safer place to park. Heb je hem besteld? Ja, en hij komt als het goed is voor de kerst nog. Jo. Dus dan hoef ik ook niet meer het slot van mijn vriendin te lenen. Nou, voor de fiets kan ik die er gewoon opzetten. Ik moet je teleurstellen, ik heb net nog even op de website gekeken. Ja. Expected shipping date januari 2016. Mm. Zoals bij alle Kickstarter projecten. Het gebeurt, gebeurt altijd iets. Dat is daar jammer. Dat is fout. Waarom worden veel fietsen gestolen in Utrecht? Dat denk ik wel. Er zijn wel veel fietsen daar. Veel mensen die natuurlijk graag het OV gebruiken in Utrecht. Dus dan ook met de fiets naar bijvoorbeeld naar het treinstation. Ja. Deze, ik zag dat hij een berichtje verstuurt op het moment dat, dat iemand aan je fiets zit. Ja. Zit er dan ook een 4G-chip in het slot? Of moet je binnen 10 meter van je fiets zitten? Dat denk ik dan wel, ja. Dus ik weet niet precies hoe ze dat van plan zijn. Maar wat ik er het interessantste aan vond, is dat als je er dus naartoe loopt en hij merkt dat je smartphone in de buurt is, dat het slot dan open gaat. Okay, dus je fiets eigenlijk meteen weg. En ja, je kunt hem op slot doen. Hij gaat helaas niet vanzelf op slot. Want stel dat hij ineens, ja, je smartphone valt uit en denkt hij, oh, je bent blijkbaar weggelopen. Fietsend. Ja. Dus daar hebben ze wel wat op bedacht dat dat niet gebeurt. Ja. Ja. Maar met één knop zet je hem op slot. En als je eraan komt, dan is hij weer van het slot af. Dat vond ik wel echt heel boeiend. Ja. Hij heet Linka. Je vindt hem op Kickstarter.com. Kost $129 in de pre-order. En je kunt er nog een optionele ketting bij krijgen voor $40. Heb jij die ook besteld? Nee, want volgens mij is dat ook, kun je ook elke ketting, zeg maar, die in een fietsslot nu kunt krijgen, past erop. Past er ook dus op. Je kunt elke ketting slot gebruiken. En hij is in zwart-zwart, zwart-rood en zilver-zwart. Ja, geen goud. Of geen, nee, geen roze geen goud. Space, geen space gray, nee, dat doen ze niet aan. Oké, okay. Hey, we gaan naar de quiz. Ja, we hebben nog een quizvraag. Ja, de vorige keer vroegen wij, hoe heet toch die box die Steve Jobs in 2006 presenteerde? Rachid, het goede antwoord is... Een box in 2006? Ja, hij hield hem zo vast, een box. De G4 Cube? Nee. Doe je die? Nee. Het was een one more thing. Hij had dan een one more thing gedaan. Het was een one last thing die hij presenteerde. Was dat dan de Apple TV? Bijna. Maar hij introduceerde hem als ITV en niet Apple TV. Ja, dat was de instinker. Ja. En daar zijn heel veel mensen ingetrapt op Facebook. Maar we hebben een winnaar kunnen vinden. En dat is Jenny Kiekens uit België. Die krijgt een iTunes-card van €25. We hebben een nieuwe vraag. En die gaat over... Jan, liet hem al even zien hier. Ja. Ik heb hem. Oh, je had hem al. Kijk, want dit is natuurlijk de nieuwe pencil. Precies. Even voor je hou even voor mijn trui. Houden, ja. Maar Apple heeft natuurlijk eerder al een pennetje gecreëerd. Die hou ik dan voor het raam. Ja. Dat is deze. Mooi gevormd. Ja. Die zat bij de Newton en die had een handschriftherkenning. Precies. Maar dat werkte niet heel lekker. Laat zien. Laten we even zien. Take a member on your Newton. Beat up Martin. Ja, zo ging dat, zo ging dat in de jaren 90. Ja. Maar onze vraag is heel simpel. Waar zat dit pennetje? Ik laat het nog even goed zien. Bij. Waar zat dit pennetje bij? Bij welk Apple-product? Hij is een beetje groenig, volgens mij. Hij is een beetje groenig, een beetje zilver. Hij heeft een ouderwetse stylus. Je kunt hem niet gebruiken om er zit geen lightning op aan de achterkant, et cetera. Nee. Dus waar hoort hij bij? We zetten het op Facebook deze vraag en dan kun je daar beantwoorden. Hartstikke goed. Hey, dankjewel Rachid dat je onze gast wilde zijn voor de tweede keer. Dankjewel Raymond voor het redactiewerk. Koen achter de knoppen. KPN voor het livestreamen. En de Bibliotheek Rotterdam weer voor het uitzicht natuurlijk. Dit was OMT Live. Wij zijn er over 2 weken weer, 5 december. Pakjesavond. Ja. Het wordt bij ons pakjesochtend. Ja. Dus zorg dat je kijkt en erbij bent. Tot dan. 5 december. Tot ziens. Tot ziens.